Goedendag, welkom bij GPTV. Bij een drukkerij in Harlingen heeft maandag op dinsdagnacht een korte hevige brand gewoed. De brand werd om 1:30 ontdekt en werd even later opgeschaald naar grote brand. Medewerkers van het bedrijf aan de Industrieweg hebben meteen na het uitbreken van de brand het pand ontruimd. Alle medewerkers werden geteld om er zeker van te zijn dat iedereen eruit was. De brandweer wist mede door groot in te zetten de brand vrij snel te blussen. Rond 3:00 meldde de brandweer dat het sein brandmeester was gegeven. Het vuur is vermoedelijk ontstaan door een explosie in een machine.